Ha, Sente! We worden flink aangevallen hier bij de base van onze fanboys. ik weet niet wie ze zijn, maar we hebben echt lijpe shotguns gekregen. Ja, toen kwam Eclipse eraan en die kwam in één keer met twee mensen of zo, pterodons. En die hebben we toen helemaal afgemat, allebei gekild. Super sick. Die snipe was echt niet normaal. Alleen dan ben ik dus een beetje bang wat er weer gaat gebeuren, want die loot van die guy is echt abnormaal gewoon. Kijk hier. Man. Ascendant helm, Ascendant schoenen, Ascendant gauntlets, Ascendant pickaxe, Ascendant riot shield. Ja, ik heb hier ook Journeyman Fur met 400, of 744 dura. Oh, wat fuck hoor ik. Jezus man, ja, dat is echt niet normaal, man. Echt niet normaal. Eigenlijk wil ik die dingen wel even snel veilig stellen. Laat ik dat ook even snel doen. Ja, kunnen we doen, man. Kunnen we in principe gewoon doen. Ik ga daar even heel snel doen. Even terug naar last location. En in de tussentijd kun je even liken, abonneren voor meer mensen. Dankjewel. Oh, ik had dus ook bijna die PTE gepakt, hè. Ja, dat is jammer dat je die niet hebt. Ik had ook helemaal niet door. Ik zat gewoon even rustig te checken, weet je wel. Van oei. Ze is wel een spulletje allemaal, zeg. Ja, echt. Oh, mijn vlak is al stuk, man. Right. Nou, check. Weer een beetje safe, I guess. Ja, toch wel. Ja, is je. Ik leg even spullen. Toch even andere dingen nog aan de kant. Die shotgun, ik weet niet of die wil hebben, man. Hier. Ik denk dat ik hem hier laat, man. Ik laat hem hier. Want hij deed, op player deed hij echt gewoon te weinig. Ja, heel weinig. Ik ga wel even ammo maken, man, voor mijn handpistool. Ik laat mijn mining drill ook even hier, oké? Ja, is goed. 100 ammo in the making. Eigenlijk moeten we even kitjes vals hebben, dat is veel makkelijker. Maar heb je een whip geloot? Nee, weet ik niet. Nee, weet ik niet. Ja, kut. Geen idee. Ik heb een whip. Oké, nice. Ja, het kutte is ook op 40 rockets, man. 41. 40 rockets, maat. Ja, die ga ik even opbergen. Oh, dat is heel goed. In ieder geval de helft. Ik wil even een Jamie vault hebben. Ja, ik moet ook echt even... Moet ik even een Rudy Valt hebben? Dat is op een of andere manier iets wat ik altijd vergeet. Simpel pistol. Ja, toch? Ja, kompambo. Ja, ik heb een Junior met simpel pistol, man. Die doet op zich iets van damage. Had ik die, volgens mij... Oh, ik kan nog even snel loot crate runnen. Een turbo run doen. Oké, okay, ik heb een Jamie Valt. Let's go, man. Ik ben twee kompambo's aan het maken. Dan maak ik even metal arrows erbij. Oh, wel 196 sniper armor trouwens. Waar is de sniper dan? Ik heb één fabricated... Oh, een simpel rifle of? Nee, sniper, echt sniper. Ik heb, was een normale, als primitive. Ah, oké, nou, boeit dan niet zoveel. Oké, ik ga terug naar de spot, man. Even kijken wat er gaande is. Ja, ik ga even turbo die crates pakken. Ja, is goed. Ex-kieke. Hoe kom ik daar? Last location, volgens mij. Het duurt lang met inladen, what the fuck? Dus ja, het is echt tering groot, man. Niet normaal. Heb jij nog drops geloot? Ik heb die onder water, heb ik in jouw aflevering geloot nog. Ah. Ah, zijn ze nog weg. Het is nog rustig hier. Fucking veel parels hier, jongen. Dat is echt niet schrik, mijn ongeluk. Het is gewoon een goblin. Het is gewoon een goblin. Het is gewoon een goblin, no worries. Fuck. Ik hoor je wel te eten een Rex brullen, man. Twee wyverns. Oh, die zijn niet van ons. Oh, je dikke rode knoest hier, gek. Wat moet ik hier nou weer tegen doen, maat? Ik kan pikken. Jezus, dit is echt Narnia shit. Wat is er van shit, maat? Dikke bombaklot. Nee. Die heb ik gedropt. Je pp nog in je tas. Hij zit de emoten naar mij. Ik kan die wurfs niet bijhouden. What the fuck? Kom het kasteel in, Rudy. Alles burnt. Kom het kasteel. Ik zit op mijn PTE te strijden, Jamie. Ik heb een cryopod. Met een wyvern, gek. Ja, hij is gewoon gepikt. Nee. De deur gaat... Ik kan er niet Maak in mijn open. PTE. Ik wil gewoon ergens in met mijn PT. Wow, oké. Can't fit. Je moeder can't fit, maat. Kom op. Ik heb mijn PT in hun garage neergezet, Jamie. Oh, ik heb gewoon een ice wave. Ik zit op een ice wave. Waar zijn die draken in, gek? Waar? Daar achter de muur. Noord. Ik wil ook een ice wave. Noord. Nee, ik ben gepikt door een Archie. Noord. Het hek. Een Archie pikt me de hele tijd. Oh vast. Nee, het is nog donker, maat. Waar? Oh, hier is die Archie. Oh, hier is een cryo. Ik heb een cryo. Oh, ziek. Wow. Waar is die RG? Oh, hier. Oh, en ik hoor een rocket, maat. Nee, je hebt net al een zieke explosie door de muur heen, gek. Oh, dit is niet normaal, hè. Zieke fight hier. Oh, hier wordt alles in de hands gezet. Ik heb hem flink geëist. Oh, ik sta in de brand. Oh, dat doet heel veel damage. Wessen van gevecht, man. Stamina hebben. Oh, onze good friends. Zijn ziek, gast. Die hebben ook gewoon geen turrets op het dak staan, hè. Nee, Ik heb hem geëist. Die kunnen pakken. Ik ice met je mee. Oh, ik moet echt stemmen hebben. Au. Jamie, zet kom aan! Die rocket. Met een rocket launcher. Zo'n karge aan de aanval hier. Wat gebeurt? Komt er weer van aan bij jullie? Komt er een aan? Komt er een rug?
Ze zijn met z'n drie of zo, man. Z'n of drie, niet? Ja, de RG ja, zie ik ook de hele tijd. Ja, eentje op de één op de RG. Oh, we zijn geiced. Nou, kom maar, okay, kom maar. Hij loopt daaronder, Onder de karga. Ik moet hem kunnen pikken, man. Als ze die kunnen pikken, dan is het klaar. Ja, kut, die karga kan ons natuurlijk ook zwaar hitten. Oh ja, tuurlijk. Oh bro, mijn HP is al best wel laag, man. Van je Wyvern. Ja, ik moet even kijken hoe we deze tactisch neer kunnen houden. Want ja, hij is een fire, man. Dit is allemaal oh, percentage. Welke kleur is jouw Wyvern? Ik heb wit met goud. Wow, dat ben jij. Oké, ik ben achter. Ik ben die paars met... Ja, als we hem kunnen vriezen en dan pikken, dan is het klaar. Heb ik hem? Nee, ik raak hem sinds net niet. Moet iets dichterbij komen. Mijn stamina is weer op. Was dat raak? Nee, die was niet raak. What the fuck stond erin, gast? Ah! Oh, ja, ze fikken de boel. Oh, mijn stamina gaat snel omlaag. Ja, ik ga even stilstaan, man. Ik beet ze wel even. Ja, ze schieten ook met iets, man. Deze scorcht nog 5k HP, man. Scorcht trouwens, what the fuck? Is dat zijn naam, scorched. Man? Scorcht, ja, scorcht. Oh, ik zie die RG. Ah, kut, mijn stamina. Ik moet heel snel terug nu. Vette fight, wel, eerlijk. Ja, okay, dit is niet normaal, maar ik weet niet wat er gebeurt. Oh, zit ik op vriezer? Ik zit op vriezer. Ja, ik op koeler. Oh! Oh, hier heb je een RG! Ja, stink ja. RG, maat. Ja, die heeft me echt een paar keer gegrappeld. Of, oh, ik hoor ook een launcher al. Oh, yo! Ja, hier op de steen. Niet normaal hier, even serieus. Ik heb hem gegrabbed. All right, nice. Ik heb hem gegrabbed. Kun je hem pakken? Ik ben die paarse dragon. Oh! Kom eraan. Doet dit iets? Waar ben je? Paarse dragon. Hij vliegt. Oké, kom eraan. Oh, die vuur komt eraan. Kom eraan, hou hem vast. Ik heb hem. Hou hem vast. Wat? Voor mijn gevoel doet dit niks. Hij kreeg 200 damage, wat deed jij daar? Nee, ik hitte die draak. Ah, what the fuck. Misschien, hij kan hem niet droppen, want hij heeft parachute. Als je stil hangt, probeer ik hem te bijten achter je. Oké, ik hang stil. Maar hij moet oppassen voor de vuur, bitch. Kun je stil hangen nu? Remmen. Ik hoek hem. Oh, hij doet heel veel damage. Ik hoek hem. Blijf hoeken. Hij is dood. Ja, lekker, man. Oh, de vuur is geland. Ik ben wel laag, man. Ik ben echt heel laag. Goed. Wat zit deze guy? Ik heb hem gesloten. Heb ik hem of niet? Nee, ik heb hem niet gepakt. Ik heb hem gesloten. What the fuck? Oh, joh, schiet hem met raketten. Waarom stopte mijn raket met... Nee, dat was mijn raket. Maar ik blies mezelf op door mijn dragon. Oh, nee. Eén Wyvern is down van ons. Oh, man. Ik hoek hem flink. Kan ze dat Badabami neer is? Nee, niet Badabami! De Myth, the Legend! Bro, ik doe zoveel damage met mijn Wyvern. Ik hou hem gewoon neer. Hij is bijna dood, man. Hij is bijna dood. Ja, doe je ding, Hij heeft 800 HP nog, die Wyvern. Ik wil hem doorpakken. Ah, kut. Ik ben bijna neer. Oh, ik weet niet hoe ik dat ga doen, man. 800 HP. Oh, nee. Mijn Wyvern is zo laag. Ik heb geen stamina meer, man. Mijn Wyvern heeft echt 200 HP. Nee! Ga ik hem redden of ga ik hem gewoon laten sterven? Ja, proberen te redden, I guess. Ah, misschien nog kruien. Zal ik hem een kruien doen? Ja, probeer. Oké, ik ben... Oh mijn god, 200 HP escape. Zal ik hem gewoon naar de base TP anders? Bro, dat ding is zo low, man. Ik TP hem naar cave, oké? Ja, is goed. Ja, ik ben de Wyvern kwijt, man. Die had eigenlijk nog 600 HP. Shit. Er zit nog een RG in de lucht. Ja, zo, dat was ook ongemakkelijk in ASA, dat je die gates wil grappelen en dan werkt het niet. Mijn Wyvern gebruikt automatisch een painkiller, hè? Painkiller? Ja. Mijn Wyvern gebruikt een painkiller. Maar ja, weer allemaal ascendant dingen geloerd, hè? Even serieus, man. En ik heb hij is doodgevallen, bro. Hij is doodgevallen. Ja, hij sprong van de muur af en viel dood. Wacht, ik ben het. Hier heb je een RG, man. Eclipse RG. Oh, die is flink geëist. Die is geëist, nee, man. Nee, ze... Oh, jij bent dood! The Guardian. Oh. Oh, dat is unfortunate. Ga ze goed maken, jongen. Nou, weer een compensatie, gek. Hoppa, de Arch is genet. Lekker. Hoek hem! Oh, ja! RG, nou ga je dood, gek. Godverdomme. Oh nee, 400 HP weer over, hè, die Artje. Godver. Waarom is alles zo low de hele tijd? Ja, ik heb ook echt net mijn ding kunnen saven. Ik denk dat ze op mijn schoot omdat ik mijn rokje niet aan had als ik heel eerlijk ben. Nee, TP'd! Nee, hij is net weg, TP'd! Oh mijn god, ik heb echt 2 kills echt op de millimeter misgelopen. Oh, dat is zuur, man. Dat is echt heel zuur. Jezus, wat een battle was dit, zeg. Zijn die ook door de muren ingebroken nog? Ja, er zat ook echt een sniper of zo, man. Ja, we hebben ze gedefend, I guess.
Ik weet niet of er nog iets terug gaat komen. Ja, nou, ik heb ze wel zwaar toegetakeld, dat weet ik ja, wel. Ja, absoluut. Ze zijn toegetakeld. Ja, moeten ze nou deze draak terug hebben? Was de bedoeling ervan? Ik denk dat ze hem uitgeleend hebben, maar... Ja, ik denk het ook. Ik ja, pak wel alle loot die ik heb gepakt, maat. Ik heb die van mij, heb ik stiekem... Ja. Hij had ook dood kunnen zijn, weet je. Hij had ook dood kunnen zijn. Ja, het, ja. Oké, okay, even een briefje. Ik kan geen briefje maken, oh jee. Oh jee, wat moet je een briefje hebben? Wat is de bedoeling van deze draak? Wat is de bedoeling van deze draak? Die goblin zonder kleren. Nou, Jay, ja, joh, ik word neergeblaft door deze, maar ik moet zeggen, ik stond ook al stil, zo van, hey, mannen. Ja, nou goed. Hoe gaat het met jullie? Het kan gebeuren, af en toe schiet je wel sprong de kogel door de verkeerde heen, hè? Af en toe de kerk. Maar we hebben wel redelijke kit op zich. We moeten dat alleen repareren in plaats van maken. Ja, ik heb twee ascendant setjes te pakken, onderhand. Ja, ik heb, even kijken, was dit Journeyman, Apprentice Legin. Maar painkillers dus, man. Painkillers are healing tablets. Used throughout the arcs, these consumables can be crafted in the Lentian Fabricator and can be used by humans and dinos. En die Wyvern gebruikt het uit zichzelf, dus is dat nou gewoon een heal van een Wyvern of zo? Pittig gevecht dit, zonder de extra hulp was dit anders afgelopen. Wyverns zouden we wel graag terugkrijgen. Als bedankje hebben we wel wat anders voor jullie. Oké. Okay. Moet ik mijn Wyvern ook teruggeven? Ik denk misschien wel beter, man. Oké. Zijn zo cool, man. Ik ben wel benieuwd wat wij gaan krijgen dan. Wel iets beter dan Wyvern, James. Oh, lijp. Kut, ik had hem al sneaky, veilig is. Maar deze Wyvern is wel cool, man. Ja, die gouden shit is vet, man. Die van mij is dus paars. Nou, hier goblin. Hier heb je... Ziek. Kijk, goblin. Kijk, ik kom met hem. Cue de slav music. Goblin! Slav music! Beter doe dansen. Hey, maar ze hebben wel geluk dat ik een Wyvern een leven heb gehouden op zijn minst. Een ascendant pistool. Blueprint. En een proto... Hey, die is van je bitter baby! Ja, maar ik heb al een ascendant. Ja, ik ook geloof, maar goed, boeien. Oh, echt? Ja. Oké, laten we maar gewoon bedanken. Missie. Dankjewel. Daar heb je draak terug. Ah ja, zieke battle, man. Echt ziek. Het gat in de muur erachter. Ja, dan mogen we hem repareren. Dat is niet, niet mijn taak. Yo. Oké, top. Lekker bezig. Ja. Ah, yeah. Gaan we nu? Ja, ik ben hier. Ik wil nog één keer die bel. Oh. Cave, mooi. Ik ga even kijken of die bel kan... jawel. Ik kom hier met je beentjes. Ik ben mee. Rudy, kom met me mee. Kut, mijn PTE staat er nog. Kom met me mee, Rudy. Nee, Oh ja! Rudy, we hebben een overwinning! Nee! Oh ja! Nee! Ja! Laten we niet vies doen, Jamie! We hebben een overwinning, dit moeten we vieren, Rudy! Ja, maar ik ga niet in jouw vieze hok met twee kevers. Hoezo niet? Dat is niet mijn ding! Oh. I don't swing that way. Dan moet ik weer met mezelf. Gast. Dat is zo fucked. Nou. Jammer. Oké, we gaan... ik ga even kijken waar je die dingen maakt, man. Die bellen. Waarschijnlijk ja, gewoon in de Kestrel Keeps. Of niet. Kan ook eens een andere ding zijn. Decoratief? Nee. Wel, Townkeep bel. Ja, man, bel. Hier. Metal. Heb je geen metal hier? Om je rauwe metal te hebben, man. Ja, hier moet heel veel rauwe metal in. Heb ik er al met bij, eigenlijk alleen maar volgens mij voor dit. Heb je dat gevonden dan? Dan moet ik even naar mijn streambase. Daar ben ik sowieso niet geweest in mijn aflevering. Dus mensen, leuk! We gaan naar onderwater, want daar is de streambase. Ik heb Arke livestreams een beetje voorbereid. Op de video's natuurlijk. Beetje getemd, beetje gebouwd, een beetje gefarmd. Al die dingetjes. Moet gebeuren. Kijk, hier heel mooi onderwaterbubbeltje. En als goed ligt er nog metal in. Kijk, metal zat zelfs. Echt knetterveel, joh. En dan gaan we naar cave mode. Kaufland. Hey, zal ik even een teleportertje bij hem plaatsen? Ja, dat is misschien niet verkeerd, trouwens. Ik moet sowieso mijn PT ophalen, maar ik heb er eentje bij, dus... Decoratief. Bel. Ik wil er 10 hebben. Zou ik het binnen een muur kunnen maken? Denk ik niet, hè? Dan moet je even een plekje zonder foundation support vinden, eventueel, maar... Decoratief. Er zijn die waldingen, misschien een... Even een soort van ding hebben waar ik die townbell aan kan maken. Wat is vet. Zal ik even kijken hoe het heet of heb je die al? Ik heb hem al. Ik heb een townbell.
Oh, oké, okay, maar dat hangt gewoon aan het hout al. Ja, maar ik dacht misschien een soort van iets maken waar we het aanhangen, zeg maar. Zo, dit is een knoes van een huis. Ja, maar op zich, hier doen we toch niks. Beppie, metkomen. We hebben plek nodig, Beppie. We hebben stekers nodig, Beppie. Ja, dat ook nog, ja, absoluut. Hondenknetter. Kijk, dit is... Oh, kijk, lijkt net alsof we hier nog een extra cave hebben. Maar dat is niet zo. Dit is... dat je zo'n... Maar hier, dit is onze TP, hè? Als je hierin gaat, dan TP je naar boven. Ja, klopt. Dat zou wel grappig zijn, maar dat is dus niet zo. Moeten we even heel goed plaatsen. Maar je kan natuurlijk nog niks aanmaken, maar dan moet ik even kijken of ik een wal tussen kan zetten. No snap point. Huh? Waar moet dit aan zitten? Oh, die moet aan een ceiling hangen. Ah. Oké, oké. Ceilings. En heb ik nog steeds geen snap point. Huh? Oh. Oh, huh? Het telt als ceiling. Ah, oké. Okay. Nee, wat goed. Oh, dat is heel goed. Ja, dit is toch wel gewoon een vet stukje nog. Ja, dat is mooi gemaakt. Goede deco voor... maar dan mis ik nog één ding. Oh, nee. En dat is... Nee, dat valt wel mee. Dat zijn multilights. Heb je nu nog liggen? Lamp. Waar craft je die dingen? In mijn livestream, Rudy. Oh, ik zie best prima, hier. Prima stads. Half. The Holy Castle. Hell yeah. Ja, zie ik hoor. Nou kunnen we ook belletje lellen. Dat is mooi. Als er iets serieus gaat gebeuren of de vijanden komen, dan moeten we even hier... Ring the town square bell. Moeten we even dit doen en dan weet iedereen dat er gaas is. Alle dino's gaan naar battle mode en wij gaan slayen, gek. Of wanneer dat baby gaat trouwen. Dat kan ook. Als dat baby gaat trouwen, dan... Dan gaan ook de bellen. Dan gaan we een hele ceremonie organiseren. Ja. Ja. Nee, dat is een goed idee. De baby, ga er vast bij staan. We gaan nog een keer een manneke voor jou vinden. Oké, okay. Mensen, thanks voor het kijken. Het vervolg zien we weer op Rudy's kanaal. We hebben lijp gevochten en de Guardians geguard. Gewit, mensen. Ja, ja. Nice. Peace.